Eigen collega walgt van nieuwe column Angela de Jong. Dat columniste Angela de Jong ligt onder vuur nadat ze gisteren een racisme column publiceerde. Zelfs een van haar eigen ad-collega's vindt de inhoud ervan eens niet kunnen. Waar Angela het normaal houdt bij stukken over nerds als Bridget Maasland en, volgens haar, kwakkelende tv-programma's, ging ze gisteren op de maatschappij-kritische tour. Ze mist tegengeluid wanneer talkshows als Bo en M het racisme-debat behandelen. Nu lijkt het alsof Nederland door en door verrot is. Ook vallen twitteraars over haar tekst "Ik voel me als autochtone Nederlander al 2 weken net een Marokkaan." En dan zijn we er nog niet. Zwarten maken zich er net zo schuldig aan, zei Angela, die vindt dat racisme in elk mens zit. "Ik voel me bijvoorbeeld als autochtone Nederlander al 2 weken net een Marokkaan, zo wordt er in stereotypen en algemeenheden over mij en mijn buren gepraat." Een van haar collega's bij het AD laat op Twitter van zich horen, die vindt de column misselijkmakend. Het gaat om Chris Borren, redacteur voor de tech-afdeling van het AD. Die zat dus met stijgende verbazing het stuk te lezen. "Misselijkmakend en ontzettend frustrerend dat dit gepubliceerd wordt op de site waar ik dagelijks voor werk," schrijft hij. En Chris is niet de enige die er zo over denkt. Er stromen namelijk nog meer verontwaardigde reacties binnen na Angela's racisme-column. Een greep uit de reacties. Jente, waarom kan Angela de Jong niet gewoon televisie kijken in stilte? Lieke de Rest of Uis. Hester's rariteitenkabinet, knap hé, die Angela de Jong weet zoveel, dat ze nu zelfs weet hoe het voelt om Marokkaan te zijn. De volgende keer als het gaat om een Marokkaanse kwestie zal ze waarschijnlijk om als expert aan tafel zitten. Lieke Lemus, racisme zit in elk mens, maar net iets meer in Angela de Jong.